Ik vind cultuur en mode vind ik een toegepaste kunst. En ik vind op het moment dat je het dus maakt als een kunstobject om het lichaam, dat je niet meer praat over cultuur, maar dat je dus praat over, nou oké, dat is dan een kunstobject. Ik wil kleding maken. Het moet gedragen worden. Weet je, dat... En ik heb de persoon er ook heel sterk bij nodig. Ik wil niet het effect creëren dat daar iemand loopt, dat mensen gaan kijken van, oh inderdaad, nou, dat is een prachtig kledingstuk. En die mevrouw volledig over het hoofd hebben gezien. Ik vind dat je dat, ja, dat moet samen mooi in balans zijn. Het is toch ook creatief? Je broedt toch? Het is ook een uiting van iets wat in jou zit? Ja, maar dat is iets creatiefs. En dan vind ik een kunstvorm, nee. Ja. Nee, je krijgt geen gelijk. Maar is het zo dat je je minder dan vroeger verliest? Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk om weer terug te krijgen, of wel? Ja, door zo 8 jaar zo te werken, wordt dat allemaal ook wat, het wordt ook wat normaler. Ja. Het wordt meer je werk. Het is meer werk, ja. Het is altijd volledig mijn hobby geweest. En van mijn hobby mijn werk kunnen maken op een hele leuke manier, zeg ik altijd maar. Want het blijft gewoon iets heel leuks waarmee je werkt. Maar ik merk langzamerhand wel dat ik hele gerichte keuzes maak, ook privé. Dat ik gewoon zeg van, nou, dat ik vind het ook heel belangrijk om een fantastisch privéleven te hebben. En uiteindelijk, nu 8 jaar verder, vind ik mijn privéleven belangrijker dan mijn werk. Ik kan nooit zonder mijn werk. Het is mijn kind, het is mijn alles, het is mijn... Maar het is wel mijn... Het neemt een minder groot deel in beslag. Ja, het is op de tweede plaats. Ja. Jij wordt ook helemaal melig zo aan het einde van de dag, hè? Ja, heerlijk. Het is de derde, hè, vanavond. Ja. En de belangrijkste. Ja, eigenlijk de belangrijkste, ja. Kun je die meiden nog motiveren? Voor zo? Gaat dat vanzelf? We hebben soms een goede pep talk met Jeroen Lopez altijd, mijn regisseur. Die staat daar. Gaat de boel even... En gewoon even, neem je even door van de laatste keer, wat hij wel of niet mooi vond. Dat hij zegt van, nou, probeer dat even te versterken. Probeer daar iets leukers mee te doen. En op die manier kijken of we nog iets extra's aan kunnen geven. En jullie wil ik gewoon zeggen... Knal hem erin en durf heel, veel persoonlijkheid te geven en veel te tonen. Je hebt inmiddels die pilaar wel leren kennen. Vergeet maar wat wij hebben gezegd. Ga maar gewoon. Want ik merk dus nu dat de eerste keer was iedereen zo benauwd om dat ding aan te raken. En daarna gingen ze heel voorzichtig. En dan kwam hierachter Lise, vond je dit wel leuk? Echt, dus ga nu maar gewoon je gang. Veel makkelijker. Ja? Oké, zet hem op. En nog mooier dan vanmiddag. Ja? Let's go. Kijk, 7 dagen per week werken, 24 uur per dag, bij wijze van spreken, dat breekt je ergens, vroeg of laat breekt je dat gewoon een groot stuk op. En dat heb ik ook een tijd gehad, dat het gewoon helemaal niet goed meer gaat lichamelijk. En dan denk ik, ja, weet je, waar zit dat nou? Ik heb toch altijd gesport en ik heb toch altijd gezond gegeten. En dan, op een gegeven moment denk je erover na en dan denk je, nou, ik heb gewoon te veel hooi in mijn vork genomen. En meer kan een mens dus gewoon niet aan, punt. Jongens, 20 minuten! Ik was compleet oververmoeid. Burn-out, geef maar een term aan. Maar alleen het nadeel ervan vind ik nog steeds dat je... Het is een hot item overal. Burn-out zo. Je kan de cursussen vervolgen privé of met een hele grote groep mensen. En dan kan je er samen over praten hoe het allemaal wel niet gaat of zit. Maar ik denk uiteindelijk dat je gewoon eens goed voor de spiegel moet gaan zitten. Een paar uur lang met jezelf moet praten. En eens kijken waar je uiteindelijk mee bezig bent. Ik denk dat dat voor heel veel mensen veel zal oplossen. Ja. Althans voor mij. Maar... Ja, kan je uitleggen hoe je dan... daar weer uitkomt. Zodat je gewoon weer collecties gaat maken. Rust. Afstand. That's it. Slapen. Slapen. Gewoon heel erg goed op je lijf letten. En gewoon blij zijn met iedere pluspunt wat je weer maakt. Want op een gegeven moment ga je gewoon... Dat je denkt van jeetje, je kan weer fietsen. Want zo erg was het op een gegeven moment. Ik kon niet eens meer fatsoenlijk lopen voor mijn eigen gevoel. Alles deed zeer. En niets werkte meer lekker. En de hele dag door alleen maar een soort hele zware hoofdpijn. En dat je iedere keer weer blij bent, dat je denkt van, oh, weet je wat heerlijk, ik kom weer een uur uit eten. Oh, wat lekker, ik kom weer 1 glas wijn drinken. En al die plussen bouwt het op een gegeven moment om. Een volledige herwaardering, maar bij alles wat je doet. Ja. Mooi. Zonder licht volgende keer, dan zien we... Hey, die jas op de schouders doen bij je? Ja, tuurlijk. Doe maar, hè? Ja, jij bent de baas. Ja, neem maar even zeggen. Waar is die zwarte jas van Gabriella? Hier. Toch, doe hem op de schouders. Toch
Yes? Ik kan hem ook aandoen, het is no problem. Ja, maar ik vind het zo... Het is verdrukkend, hè? Ja, we gaan gewoon zonder. Nee, ik doe hem ook meteen aan. Asje. Je wilt de vrouw zien, wat is dat? Ik wil het op een bepaalde manier zien. Ik wil het op een... Wat intrigeert je er zo in? Ik vraag het ook om te karakter, presentatie, performance, beweging, souplesse. Maar het is toch duidelijk anders dan bij mannen? Geur. Ja. Ik wil de man zien. Nee, maar ik zie dan zou je datzelfde toch ook van kunnen nee, zeggen? Nee, ik kan wel genieten van een mooie man, maar daar zit ik ook gelijk bij natuurlijk omdat ik van mannen hou. Dus dan kijk je ook als het naar als een lust op je. Hoe kan je streven of geïntrigeerd raken door het vrouwbeeld of de vrouw zonder dat er een seksueel aspect aan zit of een seksuele aantrekkingskracht? Dat komt toch bijna automatisch dan erbij kijken, dan snap ik het tenminste. Maar je hebt nu al een filosofisch boek ingedoken of zo. Ja, ik heb even wat gelezen. Nee, maar ik vraag het me af. Ik heb het je al een paar keer horen zeggen. Zo denk ik er helemaal niet over na. Het is gewoon een gevoel en op die manier uit ik dat en denk ik van ja, zo wil ik het graag zien. Een basis van je show. Ik heb het je inmiddels een paar keer horen zeggen al. Ja, maar het is denk ik puur visueel. Het is puur visueel. Het ene moment vind ik het bij die en het andere moment vind ik het bij die. En uiteindelijk is het hele beeld wat het zou maken. Ik heb geen idee. Sta ik niet bij stil. Wil ik denk ook niet bij stilstaan, dat je het anders heel erg snel verzandt. De magie er vanaf gaat dan? Nee, je moet het ook helemaal niet als magie zien. Je ziet het gewoon als een mooi plaatje. Daar gaan we weer, dames. Zin in. We gaan starten. Ja. Hey, maar zit iedereen al in de zaal dan? Zaal is al... God, dat goed van de junior partners. Iedereen zit al. Goed vol, hè? Ja, helemaal. Bomvol. Bomvol. Heel hoog Mark Visser gehalte. Nee. Pakken in de zaal. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ja, heel veel. En ik denk dat ik daar een compliment heb. Nee, maar zeggen. En als er eentje van geniet, dan ben ik dat. Jij. Ik zal het weer winnen. Ja, nee. Doe het, ja. Jongens, meer power erin hoor. Kom op. Is sneller, sneller. Meer power erin. Lee, more power erin. Hé, hey, even kracht erin. Het is te langzaam. Blaf, dit gebeuren, ja? More power. Just be horny. Alles mag nu. Hup, alles mag. Jongens, kom op. Moet er gebeuren. Lee, everything. Pardon? Go ahead. Everything in it. Alright. Lekker, Annemie. Goed zo. Kijk, Lee. Wil je Lee erachter zien? Sta je met alle mannen kent en dan... Is het ook heel vaak zo van, oh kijk, dat doet Lee mooi, kijk, zo moet je het doen. Net die draai, dat maakt het bijzonder. En dan zie ik ze dat doen, dan komen ze terug, vind je dat mooi? Weet je? En daarmee bouw je continu aan iedere presentatie. Ieder stuk wat opgaat is weer net even twee woorden, net even weer een stuk verfijning. En... Maar je bent nooit benauwd dus van, ik moet nog, weet ik veel, 40 jaar. Nee, maar ik heb nu eigenlijk al... Nee. Nee, dat is niet bereikt. Ja, bereikt. Ik vind het wel moeilijk dat ik op. Daar sta ik ook best wel bestil. Dat ik op jonge leeftijd nu iets heb bereikt. Ik ben nu 32, ben 8 jaar bezig. En dan ga je wel over nadenken. Ja, maar zou ik het dan nog kunnen continueren als ik 40 ben? Om het op deze manier te continueren. Ik hoor heel vaak van: jeetje, Mart, dat ga je in godsnaam de volgende keer doen. Deze show was zo mooi.
En ja, de lat komt steeds hoger te liggen misschien. Ja, dat is eigenlijk, dat is even het woord waar ik naar zocht. Ja. Inderdaad, de lat komt steeds hoger te liggen. Dat lijkt me wel lastig. Als je nu 65 was, dan maak je er nog één. Ja, je best kans ook dat ik voor het seizoen een enorme mis zou maken. Wat kost dat eigenlijk, zo'n show? Heel veel geld. Ja? Even kijken, want volgens mij... iedereen staat naakt. Mag er niet in. Maar dat betaal jij? Of gesponsord? Ja, of? Ja, ik heb wel een aantal bedrijven die het... Of een aantal... Een paar waar ik een hele goede band mee heb... die het exclusief voor een grote groep relaties... kopen zij zich als het ware in de show. En dat, op die manier kunnen wij dus... Daarmee hebben we ook die drie shows achter elkaar. Nou. Kijk, als je rijk wil worden, moet je niet in dit vak gaan. Punt. Daar gaat het ook helemaal niet om. Ik wil iets moois maken en ik wil er wel goed van kunnen leven. Ik leef ook lekker. Ik reis lekker veel. Ik kan toch wel ook doen en laten wat ik wil. Ook je haalt jezelf heel veel op de hals met zo'n show. Ja, denk je op een gegeven moment niet meer over na, joh. Maar het moet toch voor niemand, per se? Nee, het moet voor jezelf, want dat is het allerergste. Maar kan je dat uitleggen? Waarom je dat van jezelf moet? Dat is zo'n soort... Twee keer per jaar weer zo'n rompslomp. Heel vaak, toen ik vorig jaar zo ziek was, had ik op een gegeven moment iets van... als ik nou gewoon maar één keer per jaar iets doe. Maar dat kan ik niet. Ik heb dit heel erg nodig. Ik kan niet zonder. Wat geeft het je dan? Kick. Ja? Kick. Dat is zo'n... Zo'n gevoel... Nee, het is meer dan een kick. Het is... Zo'n gevoel van een... Van een esthetische waarde of zo. Het is zo'n mooie driedimensionale... uiting van je eigen stuk. Ja, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Waarom doe je het? Je groeit er uiteindelijk in. En eigenlijk ook gewoon niet meer terug. Verslavend, zou ik kunnen zeggen. Ja. En toen je leven is er gewoon naar opgebouwd en naar ingedeeld. Ja. Omdat je vakanties, je reizen, je... Ja. Ik kan niet zonder. Wat zit je toch altijd dicht op mensen met die camera? Ik ben helemaal wijd. Kijk. Oh ja, nauwkeurig. Nou, dat valt wel mee. Nee, het gaat goed. Ben je alles meer gaan relativeren? Kan je dat ook zo zeggen? Ja, ik ben er wel door veranderd, ja. Ik ben een stuk rustiger geworden. Het grappige was dat ik pas alle oude banden die ik had, één keer in de zoveel jaar laat ik gewoon alle tv-interviews en wat ik heb, laat ik allemaal op één band samenstellen. Wat van allemaal leuke dingen achter elkaar. Dus dat zat ik even uit te zoeken. Toen kwam ik een interview tegen en toen dacht, en dat was een paar maanden voor die burn-out. Ik moest naar Parijs voor stoffeninkoop. Of nou, ja, Parijs was het. En dat moest ik zelf filmen. Dus ik had zo'n cameraatje, gewoon wat mijn daginvulling was. Dat was heel leuk om te doen. En dat zat een soort... Net als mijn ogen er bijna uitplopten. Het was net of ik op een of andere manier gewoon zwaar aan de verdovende middel of zo had gezeten. Het had iets heel eagers. En was ik het hem zo aan het uitleggen. En heel gespannen. En als ik zag pas ook iets terug. Dat ik dacht, jeetje, wat relaxed. Het hele eager wat ik altijd had. Van, oh, dat moet ik meemaken, dat moet ik doen. Dat kan dus niet helemaal meer.